Is vandaag de eerste bergetappe in deze ronde van Polen. Is het pek voor jouw bek? Ik hoop het. Ik hoop dat de benen aanwezig zijn. Gisteren had ik een mindere dag, een moeilijke dag. Harde finale, laatste 8 kilometer. Maar in theorie zou de parcours mij goed moeten liggen vandaag, ja. Waar verwacht jij dat vandaag de finale zal losbarsten? Er zitten eigenlijk 2 gecategoriseerde klims in. 1 klimmetje ongecategoriseerd en dan nog een aankomstberg op. Waar verwacht jij dat het losbarst? Het gaat aanvallen regenen op 35 kilometer van de aankomst op de heuvelzone met 3 bergen. Zoals 2 gecategoriseerde en 1 niet. En daar gaan heel veel aanvallen komen. Misschien gaan er een paar renners kunnen wegrijden, misschien niet, we zullen zien. En dan uiteraard de laatste 1,5 kilometer steil bergop. Wat is jouw strijdplan vandaag? Goed opletten in de heuvelzone, maar volle focus op de laatste klim. Zien we jou vandaag ook meesprinten voor de bonificaties in de startfase? Ja, als dat mogelijkheid toe doet. Gisteren heb ik ook geprobeerd. Ik was net vierde, dus net een seconde gemist. Alhoewel, ik denk dat de winnaar het verschil niet gaat maken met de 2 à 3 seconden. Aangezien er ook een tijdrit in zit. Uiteraard is elke seconde belangrijk. Maar als er een opportuniteit zich voordoet om de sprint te pakken, dan zal ik meedoen. Oké. Kwiatkowski, Mohoric en Lippens lieten gisteren er geen twijfel over bestaan dat zij meedingen zeg maar, voor het algemeen klassement. Wie verwacht jij nog als voornaamste concurrenten? Dylan Teuns maakt ook een grote kans. Kwiatkowski vooral. Het zijn veel kanshebbers. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.